Ja, jongens, welkom bij een nieuwe video van David Fish Team. Het is bizar, het is 12 augustus, warmste dag van het jaar. Het was 34 graden overdag en nu nog 28,5, het is al kwart over 9. Bijna aan het schemeren, in mijn kamer thuis was 27 graden. Dus ik denk, ik ga wel een nachtje vissen, want een lekker zonder tentje aan de waterkant zit je beter dan thuis. Dus dat gaan we doen. Ik heb er zin in. Ik heb gisteren gevoerd, er zit helaas wel een andere gast op mijn stek. Dus ik ga iets uitwijken naar een backup stekje die ik al gevoerd heb. En dan hoop ik dat er een visje vanaf komt. Gewoon een kort videootje worden, denk ik. Maar ja, even kijken, het moet vast wel goed komen. Vaak vang ik hier wel wat. Dus gevoerd met de Bootworm Harryboot. 24, 16 en 20 mm door elkaar. En ik ga denk ik met een 16 en een 24 mm vissen. Meestal wordt hij met 20 gevist, dus even gek doen. Ik ga mijn spullen snel uit de auto pakken en dan... Dan gaan we opbouwen. Zo, de schemer is ingetreden. Mooi rugje. Even mijn richtjes maken, die waren nog niet op orde. Ik heb hier alles even gezet. Ik ga hier eens slapen. Maar als je dit even ziet, is het wel ruilen. Geen muggenspul en zo bij me. Het stikt hier van de mug. Ah, dat wordt een hel, jongens. Maar goed, we gaan het zien. Die gast, die vist hier op die stek van mij. Ik heb eigenlijk alleen dit stukje om te vissen wel een beetje gevoerd. Niet zo goed als die andere stek. Dus ja, hopen dat meevalt. En dat ik toch wat kan vangen. Nou, een simpel richtje met een richtringetje. Centimeter of 16, 17. Eigenlijk vis ik altijd zo. Deze 24 mm bol. De andere met een hard van. Tijgenuitkoper.nl. Kijken, dit zijn ze, de bootworms. Dus ik weet even niet of je in een kreef zit of niet. Misschien dat ze hier zijn gekomen. Ik heb een jaar niet gevist, dus beter zeker voor het onzeker. Ik ga ze ingooien. Nou, de hengeltjes liggen. Je ziet het niet goed. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Die stek waar ik gevoerd had, hier op de kop, daar echt heel veel activiteit gezien. Echt een kilo voeren, maar er zit die andere gast vis. Dus het is niet ideaal, maar hoop ik vang ik toch nog één visje. Ik ga lekker slapen. Het is... Als het kan met die muggen. Het is ziek benauwd. Dus ik wil eigenlijk op mijn slaapzak slapen. Maar ik denk dat ik erin moet. Anders word ik helemaal kapot gestoken. We gaan het zien. Wat rust. Yes, dames en heren. Kijk eens even. Is mijn eerste vis. Prachtig beest. Precies 15 kilo. En ja, kwart voor drie. Ondanks het uitwijken, zo, hij is wild, naar de andere stek. Het voer dus zin gehad. Hij scheet net ook een beetje van de bol uit. Altijd een goed teken. Dan weet je dat het voer niet voor niks is geweest. Prachtig hoge spiegel. Ik zal even de andere kant laten zien. Kans op de Bootworm Harryboot, op de hard one. Dat is een 20 mm bol. En blij mee, jongens. Hij mag terug. Zo, de vis was een beetje wild. Dus de release heb ik niet gefilmd. Maar ik ga even zo doen. En ik ga weer terug. Ik heb hem beaast. Iets meer inzoomen. 85 gram roodje. Waar het ook beet. Rijn rijnetje. Het laatste stukje is ongekoot, zeg maar. De rest gekoot met een stukje poetie. Schuimpje erop, omdat hij toch best modderig is en ik moet gooien. De voerboot heb ik kuren, van het zitten gehoord. Die is net in Frankrijk geweest. Dus ja, die heb ik hem weer gesloopt of zo. Dus ik moet gooien en dan gooi je natuurlijk snel met zo'n zwaar roodje de modder in. Om nou te zorgen dat je bol nooit in de modder komt. Dan doe ik een schuimpje en dat zakt dan heel langzaam. Op de bodem, zodat je bol altijd boven de bodem blijft. Tip van de dag. En wat heb ik nog meer te zeggen? Oh ja, ander hengeltje. Die heb een terugzak kreeg ik. Maar ik de lijn strak draaien. Een klein beetje strak. En toen gebeurde er niks. Dus ik denk, ja, wat is dat nou? Misschien een lijnzwemmer of zo. Dus die heb ik laten liggen. En deze. Ik kreeg maar een paar piepjes.
Mijn hengel staat eigenlijk zo. En mijn top stond zo, dus ik zag allemaal tik op de top. Dus ik heb hem gepakt. En daar zit deze vis dus aan. Ja, mooie vissen. Ik ga deze ingooien en dan ga ik naar slaap. Het is nu, kijk hoor, 3:15. Dus bedtijd. Later. Goedemorgen, dames en heren. Ik ben aardig vlot. Hier heel geweldig geslapen. Mede dankzij de muggen, maar dat was ook echt benauwd. Het was gewoon heel de nacht tot 23 graden warm. Pas in de ochtend kwam een beetje wind. En het is bij één vis gebleven. We hebben nog een paar piepjes gehad. Maar er was niks. Dat is wel gek. Ja, op zich breien één visie. Ondanks dat die gast op mijn voerstuk zat. We moeten uitwijken. Die vis die schijnt toch het voer uit. Dat is een goed teken. Maar het is wel mooi. Ik had nog een dingetje voor mij. Kijk, dat zie je hier. Zo'n wierook, staafje. Er staat zoveel muggen. Hij zegt, ja, je moet het even in de fik zetten. En dan gaat het wel. Dus er komt wierook vanaf. En dat zorgde dat die muggen al weggingen. Dus dat is chill. Maar, ja, hoop te doen vandaag. Dus ga ik opruimen zo. En dan, dat is mooi geweest. Zo, het is 10:10. Even lekker een broodje. Bijna opruimen. Geen piep meer gehad. Dus mooi geweest. Lekker aan het drogen. Tot één visie. Prima. Nou, mijn vorige vroegropte. Je ziet het, de haak is leeg. De 24 miljoen met de bol is er afgevreten. Het is toch goed dat ik één hardwand op heb gezet. En daar een vissen mee heb gepakt. Anders had ik dubbel gebrengd. Zo zie je maar, nooit op één paard gok. Zelfs de video weer, iets korter dan normaal, maar misschien dat het positief valt. Laat het even weten. Vind je het nou wat zo'n korte video? Of zeggen van doe maar lekker die lange sessies van 3 kwartier, een uur. Dat is veel beter. Maar het is heerlijk warm weer, 25 graden. Het is 10:30 ochtends. Dus snel opgeruimd. Ik ga onder de douche en dan nog een hoop te doen vandaag. Vergeet zeker niet even op de website te kijken voor wat merchandise. Een mooi truitje bijvoorbeeld. Kijk hoor. Hier is die Davis Team trui. Brengt altijd geluk. Petje, polo of hoedje. En vergeet zeker niet te abonneren. We hebben 30.000 inmiddels gehaald. Abonnees, nog steeds bedankt ervoor. En Instagram hebben we nog. Video te liken. En dan zie ik je volgende week weer bij een nieuwe video van Davis Team. Later.